De algemeen directeur van het psychiatrisch centrum Suriname, PCS, Rudy Dwarkasien, is gisteren tijdens een vlucht naar Nederland komen te overlijden. De minister van Volksgezondheid, Amara Madin, heeft laten weten dat dit een groot verlies is voor zowel PCS als Suriname. Dwarkasien vertrok naar Nederland voor medische behandeling, maar werd tijdens de vlucht ernstig ziek en liet kort daarna het leven. KLM was genoodzaakt een tussenstop te maken in Ierland, zodat het stoffelijk overschot naar een mortuarium overgebracht kon worden. Dwarkasien werd op 1 september 2022 officieel aangesteld als de algemeen directeur van PCS en heeft daarvoor 9 jaren gediend als medisch directeur. President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren het condoleansregister van voetballegende Pelé getekend op de Braziliaanse ambassade in Paramaribo. De Braziliaanse icoon is op 29 december 2022 op 82-jarige leeftijd komen te overlijden. Santokhi heeft zijn condolences en solidariteit nogmaals uitgesproken bij de ambassade. Ook condoleert hij de totale samenleving, in het bijzonder de grote voetbalgemeenschap. De regering heeft na overleg met het ministerie van Sosavo en stichting Wang Okasi besloten dat vanaf ingaande eind januari 2023 de mensen met een beperking 1800 SRD extra op hun uitkering zullen krijgen. Hierdoor krijgen ze per maand 3550 SRD uitgekeerd. Op 8 december 2022 had de stichting een petitie ingediend bij het kabinet van de president en DNA. Daarin werd aandacht gevraagd voor problemen waarmee de doelgroep zit, zoals transport en de financiële uitkering. Het 150ste Hindoestaanse emigratiejaar is ingeluid middels het planten van 150 bomen. Dit heeft de organisatie Hindu Media OM in samenwerking gedaan met de Indiase ambassade om respect te bewijzen aan de natuur.